Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Het is niet heel goed te zien op de satellietfoto, maar afgelopen nacht was het op veel plaatsen helder en er is lokaal wat nevel of mist ontstaan. Ook was het tamelijk koud. Halverwege de ochtend is de temperatuur alweer opgelopen na zo'n 5 of 6 graden. Verder is er geregeld zon. In het noordoosten komen al wel wat stapelwolken voor. En vanmiddag hebben we ook elders in het land wat stapelwolken. Verder zou er in het noordoosten en oosten enkele buien kunnen vallen. Het wordt zo'n 9 tot 11 graden bij een zwakke tot matige wind die geleidelijk uit het noordoosten tot noorden komt. Ook vanavond zijn de brede opklaringen, geleidelijk aangaande buien weer verdwijnen en halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 5. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en dan vallen er opnieuw een aantal buien, maar dan met name in het westen en noorden van het land. Het wordt zo'n 8 tot 11 graden bij een zuidelijke, later noordwestelijke wind die is matig en zeevrij krachtig. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we veel zon en het blijft droog. De middagtemperatuur gaat geleidelijk aan weer omhoog. Het wordt zo'n 14 graden op donderdag en 15 of 16 graden op de zaterdag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.